ben Koen den Hof, strateeg bij The Fat Lady. En ik hou mij bezig met merkverhalen bedenken. Voor mij de meest interessante thought van de dag was eigenlijk de sessie van de laatste spreker, Ebele Wiebinga. De opbouw van verhalen. De spanning die je moet hebben in een verhaal. De held. En de held die ook op een bepaald moment teneergaat en dan weer opstaat. Dat inzicht en ook dat toepassen op content, de dingen waar wij dagelijks mee bezig zijn, vind ik wel zeer interessant om iets mee te doen. Ik heb veel bijgeleerd vandaag over de toekomst. Er zijn een heleboel sprekers geweest die vertelden over chatbots, over virtual reality, augmented reality. Ik wist daar wel iets van, maar ik heb toch wel mijn ogen opengetrokken over alle dingen die op ons afkomen de komende jaren.